Het is 7:00, luisteraars, goedemorgen. Hier is Hilversum 2, de VARA. Het is vandaag woensdag 12 oktober 1977. De dag begint met het nieuws. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. AVRO Hilversum 2. U luistert naar de VARA via het programma Hilversum 1. Hallo Cisco. Hallo Cisco. Oh ja, wacht even. Wim, can you go, are you behind Johan? No, can you just check what it's like you're behind Johan? Plaats. Die symbool staat voor het verzet. Okay, thank you. Herman, we'll have to move the auto cue about 30 centimeters camera left. Yeah, okay, Willem, it'll be out. Ingenieur Hanzo A. Itzerda Steringa, fabrikant van radioapparatuur en eigenaar van de Nederlandse radio-industrie in Den Haag. Hij leverde apparatuur aan enthousiaste radioamateurs die de in de Eerste Wereldoorlog sterk ontwikkelde radiotelegrafie en telefonie als hobby beoefenden. Maar zonder uitzending geen ontvangst. Dus ging hij zelf uitzendingen verzorgen, bestemd voor een ieder die het maar kon ontvangen. Aangekondigd als Radio Soirée Musicale. De eerste aldus tot stand gekomen uitzending vond plaats op 6 november 1919. Het was de eerste omroepuitzending ter wereld. Het gebeurde vanuit zijn laboratorium aan de Beukstraat in Den Haag, met zijn zender die de roepletters PCGG had gekregen. Met deze zender verzorgde hij ook de uitzendingen voor luisteraars in Engeland, gefinancierd door de Daily Mail.
Dit bevorderde het ontstaan van de Britse omroep, de BBC. PCGG, nog steeds bedrijfsklaar, staat nu in het Postmuseum in Den Haag. Golflengte 670 meter. U kunt thans luisteren naar nummer 4 van het programma Een meisje dat men nooit vergeet, gezongen door de dichterzanger Steenhoff. Wanneer een man zich ook gaat voelen verliet hij zijn luidruchtigheid, dan wordt hij duidelijk op zijn eigen. Itzerda kan het financieel niet bolwerken. De in Hilversum gevestigde Nederlandse seintoestellenfabriek, de NSF, neemt het over. De markt in seintoestellen en navigatiemiddelen voor schepen is na de oorlog ingezakt en men ziet brood in het nieuwe wonder. Maar ook nu weer zijn uitzendingen nodig om ontvangers interessant te maken. Op 21 juli 1923, als een reeks van kleinere handelaren en fabrikanten is voorgegaan, start de NSF met proefuitzendingen. De programma's worden verzorgd door de Hilversumse draadloze omroep, de HDO. NSF-functionaris Willem Vocht, de latere grondlegger van de AVRO, speelt daarbij een centrale rol. In alle maatschappelijke en religieuze kringen worden de ongekende mogelijkheden van radio ontdekt. In de zomer van 1924 wordt door 5 man de Nederlandse Christelijke Radiovereniging, de NCRV, opgericht, die op kerstavond jaar via de gehuurde zendtijd op de NSF-zender een eerste uitzending verzorgt. Het socialistische dagblad Het Volk probeert bij de arbeiders de radio te populariseren door middel van een rubriek verzorgd door Levinus van Looy. Hij brengt tips voor een zo goedkoop mogelijke beoefening van deze liefhebberij. Uit de lezerskring komt de suggestie om een club op te richten. Dat leidt op 1 november 1925 tot de VARA, de Vereniging van Arbeiders Radioamateurs. Op 7 november is de eerste uitzending. Door fascisten uitgestrooide kopspijkers, bestemd voor de fietsbanden van samenkomende VARA-leden, markeert de politieke strijd in de jaren daarna. Het katholieke volksdeel groepeert zich rondom pastoor Perquin uit Amsterdam, die het initiatief neemt tot de Bond van Katholieke Radioverenigingen. Katholieke luisteraars, wie denkt dat de radio slechts een middel is om zich af te leiden en te amuseren, verlaag dit heerlijk middel ter ontwikkeling en beschaving tot niet veel meer dan tot een gewone alledaagsheid. Uit deze bond ontstaat de katholieke radioomroep, de KRO. Op 24 november 1925 zenden de katholieken voor het eerst uit. De VPRO ontstaat in 1926 uit de Centrale Commissie van het Vrijzinnig Protestantisme. Een poging van de regering om te komen tot een nationale omroep mislukt. Zeker als de KRO en de NCRV in 1927 een eigen rechtse zender in huizen in gebruik nemen. Samen met de HDO zijn ze universele omroepen. De VARA en de VPRO zijn dan de kleintjes met een speciaal karakter. De VARA zendt uit via Hilversum, de VPRO afwisselend via Hilversum en Huizen. De radiostrijd ontbrandt pas goed als de regering het ledental tot maatstaf maakt van de toe te wijzen zendtijd. De AVRO, in 1928 ontstaan via commerciële manoeuvres rondom de programmabladen van de HDO, later Algemene Nederlandse Radioomroep, en de als concurrent ontstane Nederlandse Omroepvereniging, claimt een eigen zender en dient daartoe een petitionement in bij de regering. Centrale figuur, opnieuw Willem Vocht. Maar op 15 mei 1930 tekent minister Reimer van Verkeer en Waterstaat het zendtijdenbesluit. De AVRO moet de helft van haar zendtijd inleveren ten behoeve van de VARA. De AVRO belegt een protestdemonstratie op Houtrust in Den Haag. Men is woedend, maar het helpt niets. Ten slotte legt de algemene zich neer bij de situatie waarmee de basis is gelegd voor het Nederlandse omroepsysteem dat uniek is in de wereld. In 1967 leidt wijziging van de omroepwet tot het open bestel en tot toetreding van 3 nieuwe zendgemachtigden, de TROS, de Evangelische Omroep en Veronica.
voor hun gesneden koek. Niet waar, dat je... Het was een beetje vaag, hè? Ja, de verdeling. Nee, maar jij zou het wel mee. Kijk, wij waren thuis een sociaal-democratisch gezin en wij waren eigenlijk al aan het begin van deze jaartelling lid van de VARA. En daar hoorde bij dat wij, toen ik nog jong was en in het ouderlijk huis, lachten uit beginsel om ome Keesje van de VARA. En onze familie, die allerminst socialistisch was, die vond dat helemaal niet leuk. Ome Keesje, die lachte daar ook weer uit beginsel niet om. En dat gaf allerlei moeilijkheden als we dan een verjaarsfeestje hadden. Want dan zei mijn moeder zeer provocerend: wat was die weer leuk, hè, ome Keesje, jongsleden zaterdag. En dan zei mijn tante met wrange mond: ik vond er niks aan. Want lachen of niet lachen om ome Keesje was in die dagen een politieke daad. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal veranderd, zei het heel langzaam. Want ik herinner me nog dat een programma zoals de familie Doorsnee eigenlijk alleen kon worden uitgezonden door de VARA. Voor de andere omroepverenigingen was het veel te vrijmoedig, zelfs voor de VPRO. Want die wemelde in die tijd nog van die schoongewassen dominees, die dan wel zeiden: kom aan, lach maar mensen, dominee houdt zelf ook wel van een grapje. Maar het moest niet te ver gaan. En de familie Doorsnee, die ging die dominees te ver. En nu is het zo langzamerhand zover dat bij alle omroepverenigingen alles kan, met uitzondering van de evangelische omroep natuurlijk, die haar beginselen zelfs uit in de kuise schoonheid van haar omroepsters, hele mooie meisjes. Maar als je de identiteit van de omroepen wilt bekijken, dan moet je je een ogenblik voorstellen dat de Viola van Emmenes, die een lust voor het oog is, de programma's van de evangelische omroep zou aankondigen. Dat is volstrekt uitgesloten. Het is nu zo dat er mensen zijn die zeggen: kijk, eigenlijk zijn al die omroepverenigingen hetzelfde. En daarom zouden ze zich eigenlijk moeten beperken tot wat je kunt noemen hun getuigende uitzendingen. En de rest, de verstrooiing, het vermaak, het randwerk, dat zouden ze eigenlijk maar moeten overlaten aan de NOS. Want het is toch allemaal hetzelfde. En dat vind ik eigenlijk in een tijd die loeit van inspraak een erg betuttelend programma, een erg betuttelend standpunt. Want wat zegt het nou eigenlijk? Het zegt eigenlijk: kijk, laat vader NOS nu maar begaan. Die weet echt wel wat goed voor jullie is. Ja, maar als je nou als kijkend kind vindt dat vader NOS het niet goed doet, dan mis je je enige machtsmiddel dat je nu hebt, namelijk je lidmaatschap opzeggen, want vader NOS, die heeft geen leden. Alleen een wat onduidelijke buitenechtelijke verhouding met de VPRO. En daarom vind ik dat je het systeem moet laten zoals het nu is. Je moet er ook niet aan knabbelen, zodat je de kleintjes eruit schuift. Nee, het moet zo blijven dat in de ether iedereen een zeepkistje kan vinden waarop die kan gaan staan om te betogen wat hij vindt. Daarom is het een goed, een oer-Nederlands en een bond systeem dat we hebben. Tenminste, dat vind ik. En als u nou vindt dat dat helemaal niet waar is, dan is er voor mij nog geen man overboord. Want kijk, dan behoor ik tot de minderheid. En die minderheid die kan zich nu nog in de ether uiten. En zo moet het blijven, want zo zijn we nou eenmaal. De AVRO onderscheidt zich van de zogenaamde richtingsomroepen doordat zij een algemene omroep is. De AVRO gaat uit van de opvatting dat een omroeporganisatie een samenwerkingsinstituut moet zijn van mensen van verschillende levensovertuiging. De AVRO vertegenwoordigt die brede stroming in ons volk die niet voor verzuiling voelt, die polarisatie afwijst en denkt en handelt vanuit het harmoniemodel. Dat betekent allerminst dat de AVRO neutraal is. Gelukkig zijn er bij alle verdeeldheid nog heel wat algemene beginselen van recht en menselijkheid die ons als democratische Nederlanders verenigen. Op die beginselen baseert de AVRO zich. De AVRO wil op een onafhankelijke wijze, zoveel mogelijk los van vooroordelen, informatie verstrekken. Zonder de bedoeling de kijkers en luisteraars
naar een bepaalde zienswijze over te halen. Daarvoor is ook algemeen in die zin dat ze ernaar streeft zoveel mogelijk mensen en groepen aan hun trekken te laten komen. Een algemeen programmapakket is dus ook een zeer gevarieerd pakket. Op informatief gebied, maar evenzeer op verstrooiend, cultureel en educatief terrein. En dat gevarieerde pakket moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen, zodat kijkers en luisteraars, hoe verschillend ook, in allerlei opzicht, tot de slotsom komen: bij de AVRO zit je goed. Wij hebben dit jaar een motto gevonden voor onze omroep, evangelische omroep: meer dan een omroep. En dat heeft ermee te maken dat wij van mening zijn dat de belangrijkste waarden die kunnen worden doorgegeven, moeten worden doorgegeven in de omroep, zijn de evangelische waarden. En de kern daarvan is dat het evangelie harmonie, vrede en een oplossing voor de problemen die de mensen hebben, wil geven. En ik zou eens willen zeggen, in de programma's van de evangelische omroep proberen wij door te geven de oplossing voor al deze problemen, namelijk dat de mensen gaan leven zoals het in de Bijbel staat. Leven vanuit de vrede die de Heer Jezus Christus geeft. En vanuit de ervaring en vanuit de reacties die we op de programma's krijgen, mogen we gelukkig zeggen dat dat bij vele mensen ook zo doorkomt. En tenslotte zou ik willen zeggen dat ik alleen maar kan wensen dat de problemen waar ook ons mediabestel vol van zit, namelijk geweld, seks, conflict, problemen, angst, onzekerheid, dat dat minder gaat doorkomen in de media en dat ook andere omroepen in ons goede, pluriforme omroepbestel iets meer gaan doorgeven van die harmonie en vrede die inderdaad de oplossing is voor de problemen in Nederland. KRO staat voor Katholieke Radio Omroep. Dat betekent dat wij willen laten horen en laten zien wat er onder katholieken in Nederland leeft. Het betekent ook dat we ons verbonden weten met het katholieke volksdeel. In tegenstelling tot vroeger doen katholieken niet allemaal meer hetzelfde. Zo beleven ze hun kerk zijn heel verschillend, om over andere dingen nog maar te zwijgen. Intussen is er maar één omroep van katholieken in Nederland. En daarom probeert die KRO die verscheidenheid, die veelvormigheid te laten horen en te laten zien. Ook al is dat niet eenvoudig. Maar het kan en het moet en we doen het, omdat we vermoeden dat er tussen hemel en aarde meer is dan zo op het eerste gezicht wel lijkt. Dat betekent dat de KRO in zijn programma's niet drammerig is en dat ook niet wil zijn. Wie de KRO-programma's volgt, weet dit wel. We kiezen voor de zwakste, voor de onderliggende partij, wie zij ook is en waar ze zich ook bevindt. Dat het daarbij niet alleen gaat om de klassieke tegenstellingen, dat spreekt voor zich. Het gaat altijd om mensen. En ik denk dat in dat beeld van mensen het doel van de KRO tot uiting komt. Waarom de NCRV er wil zijn, daar mag ik iets over zeggen. De NCRV is een religieuze organisatie en bijvoorbeeld geen politieke of maatschappelijke. Onze leden hebben verschillende politieke en maatschappelijke opvattingen, maar over één ding zijn we het eens: wij schamen ons het evangelie niet. Dat is een vrolijke zaak en dat is een serieuze zaak. Wij trekken er onze neus niet voor op om op het scherm plezier te maken en we voelen ons prima op ons gemak bij de lach. Dat ziet u wel in onze programma's. Maar we hopen dat u ook ziet dat we ons echt thuis voelen in de programma's die we uitzenden, omdat ze te maken hebben met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin God en mens niet meer gelasterd worden. We beweren natuurlijk niet dat we exclusief de wijsheid en het evangelie in pacht hebben, maar we komen er wel graag voor uit dat je het best programma's maakt als je van mensen houdt, met name in een tijd waarin zoveel wezenlijke waarden op de helling staan. De bestaansgrond van de VARA kan ik misschien het beste duidelijk maken aan de hand van een paar concrete voorbeelden.
Wij hebben in het afgelopen jaar Wim Kan gebracht. Ik geloof dat het geen toeval is dat de VARA al zoveel jaar op radio en televisie Wim Kan brengt. Wie van goed amusement houdt, houdt van Wim Kan. De VARA brengt Kan. En ik geloof dat men kan zeggen dat in het algemeen de VARA amusementsprogramma's de toets van de kritiek glansrijk kunnen doorstaan. Een tweede voorbeeld. In het vroege voorjaar was de vakbeweging in een heftige strijd gewikkeld voor het behoud van de prijscompensatie. Dat ging om het behoud van de koopkracht van de gewone man. In zo'n positie kiest de VARA heel duidelijk partij voor de vakbeweging. Ze laat merken waar ze staat. Derde voorbeeld, de verkiezingen. Wij hebben rondom de verkiezingen nogal wat kritiek te verduren gehad als VARA, omdat wij zo duidelijk politiek partij hadden gekozen. En ook heel duidelijk meer zendtijd gaven aan de progressieve partijen om dat geluid bijzonder duidelijk te laten doordringen. Wij vinden dat dat de opdracht is van een omroep die een duidelijk gezicht heeft van progressieve aard om in de politiek ook onze politieke vrienden behulpzaam te zijn. Dat zijn enkele bestaansgronden die in 1977 van kracht zijn. De VARA is ervoor om goed amusement te brengen, om goede informatie te brengen en progressief partij te kiezen als dat nodig is. Er is een groep van Nederlanders die behoefte heeft aan een omroeporganisatie met een onafhankelijke instelling. Die bereid is om zo begrijpelijk mogelijk te informeren, waardoor de kijker en luisteraar de kans krijgt om in volle vrijheid, dat is heel belangrijk in Nederland anno 1977, in volle vrijheid zelfstandig een mening te kunnen vormen. En kennelijk beantwoordt Veronica aan dat profiel gezien de trouwe aanhang en het nog steeds stijgend aantal leden dat we erbij krijgen. Wat kenmerkend voor de VPRO is, en daar moet er ook zo'n omroep zijn, is dat wij ons niet laten leiden door de opvatting dat al onze programma's bij voorbaat in de smaak moeten vallen bij het grote publiek. Hoge kijk- en luistercijfers interesseren ons in eerste instantie niet al te veel. Waar het ons om gaat in eerste instantie is een verantwoord, hoogstaand, kwalitatief programmabeleid, waarin veel ruimte is voor nieuwe stijlen, experimenten, gezichtszoeken, gezichtspunten en invalshoeken. In een dergelijk klimaat ontstaan ook programma's als Het Gat van Nederland, Het Simplistisch Verbond van Heer Koot en Heer Bie, en een programma op de radio als dat van Germaine Groenier. De VPRO vervult daarmee een belangrijke voorhoedefunctie. De VPRO, kun je zeggen, is een soort laboratorium voor de omroep, waarin uitdrukkelijk wordt geëxperimenteerd met allerlei nieuwe programmavormen. Je ziet ook vaak dat de VPRO wordt nagevolgd na verloop van tijd wanneer een bepaald experiment goed verlopen is. Dat wij daarbij eerder voor een minderheid in plaats van een meerderheid uitzenden, dat is onvermijdelijk, dat vinden we ook niet erg. Dat is als het ware de prijs die wij betalen voor een dergelijk beleid. Zo'n omroep moet er zijn, vinden wij, en daar moet de VPRO er zijn. De sleutel tot ons huidige bestel is 40.000 aanhangers en het voldoen aan een paar eisen. Bij 100.000 leden kan de status van aspirant worden aangevraagd. We kennen A-omroepen met tenminste 400.000 leden. De AVRO, de NCRV, de KRO, de TROS en de VARA. Een B-omroep moet tenminste 250.000 leden tellen. In deze categorie zijn op het ogenblik geen zendgemachtigden. Een C-omroep heeft tenminste 100.000 leden. We hebben de EO en de VPRO en Veronica als aspirant. De beschikbare zendtijd is verdeeld in de verhouding 5 staat tot 3 staat tot 1. Daarbuiten is er tijd voor anderen als de kerken en bijvoorbeeld politieke partijen. De NOS verzorgt ontmoetingsprogramma's en is technisch samenwerkingsorgaan van de omroepverenigingen. Ach meneer. Er is tegenwoordig toch niks meer aan die hele televisie. Het is alleen maar gouden hoer. Ja, enkel praten. Het is sport, praten of gouden hoer. Ja, dat is het eigenlijk. Of een herhaling van gouden hoer. Ja, zo is het toch. Nooit meer eens een mooie Duitse show of een operette. Hè? Of een lekker stuk op de donderdagavond. Heb je niet meer. Dus u vindt dat de televisie... Ach, meneer, ze kunnen tegenwoordig toch geen programma's meer maken. Ze kunnen het gewoon niet. Dat hoor je toch van iedereen. Het is enkel schieten, schieten, schieten. En dan al die seks.
En dat bloot, iets anders weten ze niet. Hoor je toch van iedereen? Kijk, en nou ben ik helemaal niet maltenterig of zo in die dingen. Ik heb zelf 3 kinderen gehad, dus ik bedoel maar. Helemaal niet preuts. Maar om dat zo allemaal maar openen. Nou, u weet wel, hè? Dat denk ik toch wel eens. Is er nou niks anders te bedenken, hè? Ja, politiek. Politiek. Elke dag politiek, daar kunnen ze. Maar kijk, ik ben helemaal niet tegen politiek, hè? Maar dat geouwe hoer over de politiek. Ja, maar de ene omroep ziet het toch weer eens ach, anders. Ach, kom meneer, dan kan er gewoon mens toch geen wijsheid worden, hè? Wat heb je al niet? De Tros, de Vara, de Caro, Afro. Hoeveel zijn het er wel niet allemaal hetzelfde? Ik word geen wijsheid en dat hoor je toch overal. Het is allemaal hetzelfde. Ja, maar bepaalde omroepen... Ach meneer, het komt allemaal op hetzelfde neer. Hè? Neem nou die presentators, hè? Allemaal hetzelfde. Hè? Neem nou zo'n Jaap van Meekeren of Jaap Smits of Hans Jacobs. Allemaal brillen. Stikt van de brillen op de tv. Huh? Er is er niet eentje die goed uit zijn ogen kijkt. Ja, zo is het toch, of niet soms? Ja. Nou ja, maar het gaat er toch meer om wat ze te zeggen ja, precies, hebben. Precies. Dat zeg ik nou juist, hè. En wat hebben ze nou te zeggen? Wat hebben ze nou te zeggen? Zo is het toch. Of niet soms. En dan hebben ze het over die economische spiraal. 5 volwassen brillen zitten een half uur door te emmeren over de economische spiraal. Hè? En die moet dan omgebogen worden, maar zij kunnen het niet. Nou, dat denk ik, Jezus Christus. Wat heb ik daarmee te maken? Is er niks leukers te verzinnen? Goed, zet je het andere net op. Wat krijgen we dan? Aantjes. Aantjes ook al met die spiraal. Nou, dan denk ik, wat is dat nou, hè? Wat is het nou? Wat heb ik met die spiraal van Aantjes te maken? Ja, zo is het toch of niet soms? Voor mij een part slikt hij min. Maar waarom dat uitgerekend op de tv moet? Allemaal van onze centen. Ja, zo is het toch, hè? Het zijn uiteindelijk onze centen. Ja, mevrouw, dank u wel. Nee. Dan moet je me even uit laten praten, nou, ik hè? Wou werkelijk dat hey, hey, wel voldoende hier blijven. Hebben. Zeg, hé. Hé, hou maar. Hier blijven. Wat is dat nou? Laten we de mensen niet meer uitpraten, hè? Nou, je manieren, zeg. Stelletje, sukkels. Ze krikken cijfers. De aanhang van een omroepvereniging wordt gemeten door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, die verantwoordelijk is voor het omroepbeleid. Er worden steekproeven genomen uit het ledenbestand. De daaruit gekomen namen worden vergeleken met de gegevens van de dienst omroepbijdrage, want het geldt als eis dat alleen die leden van omroeporganisaties meetellen die hun omroepbijdrage, hun luister- en kijkgeld, hebben betaald. In de praktijk betekent dit dat per huishouden in feite maar 1 persoon als lid meetelt, omdat maar 1 de bijdrage hoeft te worden betaald. Huisgenoten die lid willen zijn van een organisatie tellen dus niet mee. Men noemt dat het huismanskiesrecht. Het wordt als onrechtvaardig en discriminerend ervaren. Bij de formatiepogingen is nu de afspraak gemaakt dat het betalen van de omroepbijdrage zal worden losgemaakt van het lidmaatschap van een omroepvereniging, opdat een ieder die zich als lid opgeeft ook werkelijk meetelt voor de zendtijdverdeling. De situatie van dit moment is intussen bevroren, maar dat is niet het enige. Er komt nog meer bij, want er waren meer onvolkomenheden aan de omroepwet vastgesteld. We hebben een medianota van minister Van Doorn besproken en daar is overigens al een wetsvoorstel op behandeld en op aangenomen, waar het bijvoorbeeld gaat over de openheid van het bestel. Kijk, wij houden heel principieel de commercie buiten het bestel. De omroep, de eten, radio, televisie mag geen voorwerp worden van winstmakerij. Het is eigenlijk een cultuurgoed, de omroep, dat er voor de mensen is. Dat je dus aan de mensen in het land geeft, in hun verschillende opvattingen, in hun verschillende stromingen. Als je vindt dat je vanuit je levensovertuiging het evangelie moet uitdragen en al je handelingen het evangelie moet herkennen, dan is de EO terecht in het bestel. Als je aan de andere kant vindt dat je de drempel van de cultuur moet verlagen, dat je mensen in achterstandssituaties ruimte moet geven om deel te nemen aan de volheid van het leven, ook aan de cultuur, dan ben je bij de VARA zeer goed terecht. De omroep van de linkse beweging, waar ontzettend veel mensen, de kring van de Partij van de Arbeid, van mijn partij, zich in herkennen. Nou, dat is dus de verscheidenheid in het bestel. De omroep is er voor de mensen, met hun ideeën, niet voor een groepje dames of heren dat ook eens omroep wil gaan bedrijven. En nou heeft de praktijk met de omroep uitgewezen, de omroepwet zoals het nu bestond, dat maar al te vaak toevallige clubjes dames of heren ook eens omroepje gingen spelen en dan een groot tal achter zich kregen.
Soms op basis van een werving die al op de Noordzee begonnen is. U herinnert zich dat met Veronica. Soms ook door een geweldige populariteitsslag met mooie geweldsprogramma's uit Amerika. Zonder dat er veel eigen identiteit, veel herkenbaarheid achter zat. Nou, wij vinden, en dat is ook ten dele al beslist, dat nou eens veranderen moet. Dat dat in wezen toch ook een soort commercialisering is die insluipt. En u is overeengekomen, ten grondslag liggend in dat, aan dat nieuwe kabinet, in dat akkoord, dat daarnaar gekeken zal worden. Dat ook bekeken zal worden hoe op een goed moment de criteria nader toegespitst zullen worden, ook voor al toegelaten zendgemachtigden, om die versnippering tegen te gaan, hè, dat er niet al te veel komen, maar ook om die commercialisering tegen te gaan. En dan geloof ik dat je bijvoorbeeld zal moeten gaan kijken, en dat zal het kabinet ook zeker wel voorstellen, naar die aanhang die nu gerekend wordt op basis van bijvoorbeeld zo'n programmablad, waar heel makkelijk met de prijs gemanipuleerd kan worden. Breng een goedkoop programmablad, je abonnees tellen mee. Dat zal niet in stand kunnen blijven. Je zal van die abonnees toch op enige wijze een uiting moeten vragen, een wilsverklaring, dat ze zich inderdaad verbonden voelden met die omroeporganisatie die voor denkrichting staat. Dat ze zich daarmee verwant voelen, dat ze dat als hun culturele trefpunt willen zien. Hilversum, het lommerrijke plaatsje in het Gooi, waar ondanks de overdadige rust van ontelbare bomen en struiken, in de fraaie, doch 19e eeuwse villa's, een koortsachtige omroepactiviteit wordt ontwikkeld. Een activiteit die resulteert in programma's. Programma's die... Wat krijgen we nou? Gewone mensen niet meer laten uitpraten, hè? Lekker stilletje. Vragen ze je eerst het hemd van het lijf. En als je dan wat wil zeggen... Dan nemen ze de benen, maar zo zijn we niet getrouwd, hoor. Zo zijn we niet getrouwd. Wat moet het dan als ze gewoon mensen eigen mening nog niet eens kunnen hebben? Moeten we zeker alleen elke avond naar de stomme kassie kijken, hè? Elke avond Pipper of die kale met die lolly. Maar zo zijn we niet getrouwd, hoor. Ga toch weg, man. Ugh. Zo zijn we niet getrouwd. Alsof het hier in Nederland al wat koekenij is, hè? Maar dat hoeven we zeker allemaal niet te zien, hè? En een gewone huisvrouw die er een beetje anders over denkt... en die hoeft ook gewoon niet aan bod te komen, hè, stelletje zakken. Zeikers! Als je nou een beetje lef hebt, hè? Beetje lef. We zenden jullie uit. Hier, wat ik zeg. Nou, het wordt opgenomen. Ja, opnemen, opnemen. Dat ken mijn kleine broertje ook. Het wordt ook opnemen. Uitgezonden. Jezus, ik heb zeikers gezegd. Ben ik? Ja, ben ik nou? U bent nu in beeld, ja. U bent in de uitzending. Geest, ben ik... Op de televisie? Maar niet te dichtbij komen. Ik heb niks aan mezelf gedaan. Wat moet ik nou doen? Meneer? Nou, zegt u maar wat. Wat u wil. Zegt u maar wat tegen de kijkers. Niet zeggen? God, wat moeilijk. Wat zal ik zeggen? Kan ik niet een plaatje aanvragen? Nee, ik moet het zeggen. Nou ja. Beste kijkers. Kijk, mensen zoals wij... Die gewoon op de hoogte willen blijven, dat moet kunnen. En mensen die een leuke show willen zien, nou dat moet ook kunnen. Maar het eerste wat ze moeten doen is eens een ander woord bedenken voor economische spiraal. Dan zijn ze al een stuk verder.